Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Kajoe zocht overal, maar hij kon zijn speciale shirt niet vinden. Hé, Kajoe, kleren opvouwen kost me hartstikke veel tijd. Maar mama, ik heb mijn knutselshirt nodig voor school vandaag. We gaan papier-mâché'en. Bedoel je dat shirt? Je hebt het gevonden! Ik had het gisteravond al voor je klaargelegd. Je moet dit na schooltijd wel even opruimen. Nou, snel aan tafel, anders heb je geen tijd voor het heerlijke ontbijtje. Rosie had de hele nacht liggen hoesten en niezen. En daardoor was mama ook de hele nacht wakker geweest. Door deze pannenkoeken voel je je vast weer beter. Konijntje! Wat zal ik van papier-mâché maken, mama? Misschien een leeuw? Of een draakje? Wat dacht je van een dinosaurus? Mama dacht dat Kajoe een mooie dinosauruspannenkoek wel mooi zou vinden. Maar het viel hem helemaal niet op. Ja, misschien een dinosaurus. Of misschien een... konijntje! Nee, Rosie, ik wil geen konijntje maken. Oh, arme Rosie. Ik wou dat ik je beter kon maken. Wat ga jij maken, Kajoe? Eerst wilde ik een dinosaurus maken. Maar ik weet nu iets beters. Ik ga een konijntje maken voor Rosie. Ze is ziek. Mag ik dan een dinosaurus maken? Tuurlijk. Glibberen. Goed zo. Pak een strookkrant en papier, doop hem in de lijm en plak hem op je ballon. Eeuw, jak. Kajoe deed heel erg zijn best op zijn papier-mâché konijn. Rosie zou er vast heel blij mee zijn. Het papier-mâché vannacht drogen en morgen gaan we onze dieren verven. Yeah! 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 Oh, volgens mij heeft Rosie me aangestoken. Klaar om te gaan slapen, Kajoe? Aha, en ik heb mijn kleren opgeraapt, mama. Opgeraapt wel, ja. Kajoe was zo bezig met zijn konijn dat het hem niet opviel hoe moe mama was. Wacht maar tot je hem ziet, mama. Het konijn van Rosie heeft lange oren en ik heb zelfs snorharen gemaakt. Oh, dat klinkt geweldig, Kajoe. Ik hoop dat Rosie hem mooi vindt. Oh, nee toch. Moet je je knutselshirt zien? Kun je hem schoonmaken zodat ik hem morgen weer aan kan? Alsjeblieft. Ik ga Rosie's konijn verven. Oké.
Ik zal mijn best doen. Als je wel belooft dat je je kleren voortaan niet meer op de grond gooit. Ik beloof het. Roosje, beter? Mama, waar is mijn knutselshirt? Dat ligt op de stoel. En wat zeg je dan? Achoo! Oh, ik was nog later op om hem te wassen. Dank je. Wat een mooi blauw konijn, Caillou. Hij is voor mijn zusje, Rosie. Daar is ze vast erg blij mee. Caillou was trots. Hij kon niet wachten om zijn konijn aan Rosie te laten zien. Ja! Volgens mij ben jij bijna beter. Papa, schiet op! Oh, daar zullen we je grote broer hebben. Oepsie! Rosie, ik ben thuis! Caillou kon eindelijk zijn verrassing aan Rosie laten zien. Kijk eens wat ik voor je heb gemaakt. Een konijntje. Caillou ook puzzel? Caillou was teleurgesteld. Rosie had haast geen oog voor het konijn. Kijk, Rosie, een konijntje. Hoi, Rosie, ik ben een konijntje en ik hou van worteltjes. Njom, njom, njom. Nee, puzzel. Maar Rosie, kijk, hij heeft snorharen en ik heb een blauw geverfd, je lievelingskleur. Puzzel, leuker. Wat is er, Caillou? Je kijkt een beetje sip. Ik heb hard gewerkt aan het konijn van Rosie, maar ze vindt hem niet mooi. Als je hard aan iets werkt, is het soms moeilijk als iemand daar niet zo blij mee is. Wil je me anders helpen met het eten? Dan was jij de wortelen, terwijl ik de aardappelen schil. Oké. Ik ben klaar. Goed gedaan, Caillou. Nou, als jij deze aardappelen eens prakt. Het eten maken is veel werk, mama. Ja, dat is het zeker. Net als kleren opvouwen en een lievelingsshirt wassen. Dat is allemaal veel werk. Caillou had zich nooit gerealiseerd wat mama allemaal deed om hem blij te maken. Dank je, mama. Graag gedaan, Caillou. En trouwens, ik vind je konijn supermooi. Waar ga je naartoe? Ik ben een heel braaf konijntje en ik ga mijn kleren opruimen voor het eten. Op deze manier bedankte Caillou zijn moeder voor alles wat ze voor hem deed. Caillou en zijn familie maakten graag een rondje op de fiets. En ze zorgden goed voor hun fietsen. Vooral Caillou zelf. Rosie wassen? Nee, dankjewel. Ik doe het zelf. Die niet, Rosie. Oh, nu wordt mijn hoofd helemaal nat. Ik geloof dat Rosie graag wil helpen. Is er niet iets dat ze kan doen? Je kunt de handvatten wel wassen, maar wees voorzichtig. Goed zo, ik haal een droge handdoek. Inderdaad. Ik zei nog, doe voorzichtig. Ik wist dat ik het zelf had moeten doen. Sorry, Caillou. Nou, ze deed het niet expres, Caillou. Maar Caillou was zo van streek dat hij niet luisterde. Hij dacht maar aan één ding. Rosie had iets waar hij dol op was bekrast. En dat mocht niet nog eens gebeuren.
Dus besloot hij alles wat hij aan Rosie had uitgeleend weer terug te pakken. Eeuw, Rosie! Mijn trommel! Die is van mij! Ik ben al mijn speelgoed aan het verzamelen. Het is veiliger in mijn kamer. Hé, hey, dat is mijn tamboerijn. Zo, nu weet Rosie niet meer waar ze zijn. Bananen? Oh, nee, dank je. En van nu af aan moet je eerst kloppen. Mijn kamer is privé. Oh, ga maar in de speelkamer spelen. Oké. Ze vergeet vast dat ze moet kloppen. Nu kan ze me niet besluipen. Caillou voelde zich beter nu zijn speelgoed in veiligheid was. Tot hij zich plotseling iets realiseerde. In de speelkamer ligt ook nog speelgoed. Wat is dat? Dat is tape. Ik deel de speelkamer in tweeën. Van nu af aan is deze kant van mij... En die kant is van jou. Ik blijf van jouw spullen af als jij van de mijne af blijft, oké? Oké. Oeh, sticker. Voor Caillou. Geef je me deze? Maar dat is je mooiste sticker. Dank je wel, maar je moet hem echt bewaren voor je plakboek. De tape is op. Even snel nieuwe halen. Zaklamp, vuilniszakken, tape. Yeah! Yeah! Oh! Oh nee, ik heb hem gesloopt. Misschien kan ik hem maken. Caillou, er is iets vreemds aan de hand met mijn gitaar. Heb jij me soms iets te vertellen? Ik heb hem gesloopt. Het spijt me. Ik deed het niet expres. Ik probeerde hem te maken. Ja, dat zag ik, ja. Het geeft niks, Caillou. Maar laat hem voortaan maar door mij repareren. Oké, maar ben je niet boos? Wel, nee. Dat kan toch gebeuren? Toen Rosie mijn fiets liet vallen, toen was ik heel erg boos. En hoe denk je dat Rosie dat vond? Ze voelde zich waarschijnlijk schuldig. Ja, dat denk ik ook. Dus, wil je leren hoe je gitaarsnaren verwisselt? Ja, maar kan het ook strakjes? Ik moet eerst iets doen. Tuurlijk, jongen. Ik pak hem niet af. Rosie, sorry dat ik boos deed over mijn fiets. Ongelukjes kunnen iedereen overkomen. Zelfs mij. Dus je mag gewoon met mijn speelgoed spelen, oké? Oké. Wil je met mijn tamboerijn spelen? Tamboerijn, tamboerijn! Ik geloof dat ze dat wel wil, ja. En als je me die sticker nog steeds wilt geven... Weet ik een goede plek om hem te plakken. Oké. Mooi. Ziet er top uit. Nou en of. En,
Wie heeft er zin om mee te gaan fietsen? Ik! 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 Caillou en Rosie waren weer vriendjes. Ze hadden geleerd hoe ze elkaar konden vergeven. Tongflubbers! Rosie had een gezellig theefeestje in haar kamer. Maar opeens hoorde ze... gegiegel. Rosie had geen idee waarom Caillou en André zo moesten lachen. Maar ze wilde er wel achter komen, zodat zij ook kon lachen. Oké, moet je deze horen? Oké, nu ik. Oh, zo, die was harder dan die van mij. Grappig geluid. Caillou en André waren bang dat Rosie hun pret zou bederven. Kom mee, Rosie. Dit is voor grote kinderen. Ga maar terug naar je eigen kamer. Dat was de beste tongflubber tot nu toe. Ik wist niet dat je zo grappig was, Rosie. Ik ga wel. Het zijn waarschijnlijk onze gasten. Precies op tijd. Caillou, Rosie, aan tafel. Wauw, dat is snel. Jullie hebben vast flinke trek. Alles staat al bijna op tafel. En willen jullie ook wat drinken bij het eten? Melk of appelsap? Opa en oma zijn er. Vinden jullie het gezellig dat ze komen eten vanavond? Caillou vond de tongflubbers van Rosie erg grappig. Maar mama en papa dachten daar anders over. Ik geloof dat ze vandaag iets nieuws hebben geleerd. Ja, en ik weet niet zeker of ik er blij mee ben. Opa! Oma! 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 Hey, Caillou! Wat ben ik blij je weer te zien. En hebben jullie een leuke dag gehad? Dus je hebt geen leuke dag gehad. Onze dag was geweldig. André en ik hebben Rosie leren tongflubberen. Dat is grappig, toch? Jongens, er wordt hier niet meer getongflubberd aan tafel. Dat is niet netjes. Die avond giechelde Caillou nog steeds als hij dacht aan de tongflubbers van Rosie. Welterusten, lieverd. We houden van je. Caillou, ik denk dat we even moeten praten. Tongflubberen kan best grappig zijn, maar soms is het heel ongepast. Wat dus? Het is ongepast. Dat betekent dat het niet netjes is om je zo te gedragen. En als jij er zo om blijft lachen, dan houdt Rosie er niet mee op. Maar tongflubbers zijn grappig. Dan is het toch niet erg? In het openbaar kunnen sommige dingen gewoon niet. Ook grappige dingen. Tongflubberen is prima als je lol hebt onder vrienden of broers en zussen. Maar in bijna alle andere gevallen is het niet netjes om vieze geluiden te maken, zoals tongflubbers. Snap je dat? Oké, jongen. Tijd om te gaan slapen. En niet vergeten, morgen is het de open dag van de kleuterschool. Open dag? Oh ja. Wat rustig. Caillou vond het heel spannend om zijn ouders rond te leiden op de peuterschool. Kom nou mee. Welkom. Wat fijn dat jullie hier zijn. We gaan zo de tekeningen van de leerlingen laten zien. Of niet soms, Caillou? Ja, ik heb een speciaal schilderij gemaakt. Ik ook. Hoi, Leo. Allemaal van harte welkom op deze open dag. Kijk allemaal rustig rond in de klas, maar voordat u dat doet... wil ik u de kunstwerken laten zien die de kinderen hebben gemaakt. Oh, ja. Wat mooi. Echt mooi gedaan. Oeh, trots op.
Caillou was zo trots als een pauw om zijn tekening aan de muur te zien hangen. Hij kon niet wachten om ermee te pronken. Die is van mij. Kijk daar. Oh, wauw. Oh, hij is prachtig, Caillou. Mm-hmm. Wat vind jij van je broers tekening, Rosie? Dat was grappig. Niet iedereen vond de tongflubber van Rosie grappig. Met name Caillou niet. Deze keer niet. Oh, liefje. Sorry dat we moesten lachen. Maar we lachten echt niet om jou of om je tekening. Nee hoor, alleen om Rosie's tongflubber. We vonden je tekening geweldig. Ja, maar niemand heeft naar mijn tekening gekeken. Ze hebben alleen maar gelachen. Oh, je had gelijk. Heel af en toe zijn tongflubbers dus wel ongepast. Dat ga ik ook aan Rosie zeggen. Rosie, je moet stoppen met dat tongflubberen. Soms is het niet netjes. Dat was niet lief wat je deed. Ik ben niet boos, maar doe maar geen tongflubbers meer, oké? Niet meer? Niet meer grappig geluid? Nee, doe maar niet. Nou ja, heel af en toe dan. Als we met z'n tweetjes zijn en loltrappen, oké? Oké. Oké. Kom mee, Rosie. Gaan we spelen. Caillou snapte nu dat je in het openbaar soms goed moest opletten op wat je zegt en doet. Bijvoorbeeld tongflubberen.